Allereerste keer? Spannend. Ja, ik vond het echt heel spannend. Het is echt dat fame gevoel, weet je wel, met die nummers. Ja. En dan een jury aan een tafel en dan dat je tweet ruikt. En als iedereen denkt, oké, ik wil vooraan staan, ik moet alles uit de kast halen. Dat is dat gewoon. Ja. Weet je, het is gewoon echt, ik ben nummer 581. Het is gewoon een course line in real life. Gewoon. Ja, alles perfect willen en moeten doen eigenlijk. Ja, het is echt dat moment. Het hangt echt van dat moment af. Ja, en dat is ook echt willen, want zij stellen je zo op je gemak. Zij willen ook heel graag dat jij het goed doet. Maar dit is gewoon voor jezelf heel spannend. Ja, dat merkte ik wel bij Fontys dus ook echt. Dat je dat aan de jury, een hele positieve jury, die ook echt probeert te stimuleren. Nog, als je zangeres iets slecht gaat, die je nog altijd opdrachten geven om jezelf nog te verbeteren. Het is daar niet zoals bij idols. Ze zijn daar omdat ze willen dat jij het beste van jezelf laat zien op dat moment. En ze zijn daar niet om jou uit te lachen mocht het fout gaan. Nee. Het is echt gewoon een hele fijne sfeer ook, als je daar gewoon, want je zit dan in zo'n pianohokje en dan zitten daar mensen.